Ik heb mijn meeste tijd doorgebracht in de Isla-klinieken. Eigenlijk vroeger het Sophia ziekenhuis. Dus ik ging 's morgens hier de deur uit. En dan reed ik naar Zwolle en daar kwam ik daarna weer van terug. Had er wel eens een slaapstadje voor u? Ja, precies. En, welke specialiteit had u? Een radioloog ben ik. En daar bent u nu van gepensioneerd? Ja, sinds ik ben op mijn 64ste gestopt. Ik ben nu 74. Nou, het was namelijk zo dat, het is alweer een jaar of 15 of langer geleden, denk ik. Dat ik een forse donateur was voor het Wereld Natuurfonds. En, dat op een gegeven moment mijn kinderen wel eens tegen me zeiden, waarom ga je zelf niet eens iets doen? Je koopt je geweten af door geld te geven van het Wereld Natuurfonds. Ga zelf iets ondernemen. En daar waren mijn kinderen en mijn vrouw waren het er helemaal mee eens. En ik denk dat een jaar of 15 alweer geleden is dat we voor het eerst naar Afrika gingen. En dat was Zuid-Afrika, want het is bijna altijd het eerste land waar in ieder geval ook Nederlanders naartoe gaan. En daar ben ik op een gegeven ogenblik geïnteresseerd geraakt in wolf. Een Afrikaanse wolf. Er zijn drie soorten wolven die oorspronkelijk in Afrika voorkomen. En een daarvan is de Afrikaanse wilde hond. Dat is helemaal geen hond. Maar het is gewoon een wolf die in het wild voorkomt. En die eigenlijk in het Engels painted wolf heet. Of painted dog. Omdat hij een heel gevlekt uiterlijk heeft. Tussen zwart en tussen wit. Allemaal vlekken. Dus daar vandaan painted wolf. En het bleek dat die hond met uitsterven bedreigd wordt. Ja, en hoe kom je daarachter? Daar kom je achter door te kijken naar de red list. De index van de IUCN, van de World Conservation Union, die jaarlijks bijhoudt welke dieren met uitsterven bedreigd worden. Waardoor werden ze bedreigd? Nou, het was bekend dat ze vooral bedreigd werden door urbanisatie, doordat mensen zich steeds verder in Afrika ook uitbreiden en de natuurlijke jachtgebieden van deze dieren in bezit namen voor landbouw en om huizen te bouwen enzovoorts. Dus ze stonden onder druk van de bevolking, zoals dat momenteel met heel veel dieren in Afrika ook overal over de wereld het geval is. Daarnaast hadden ze ook natuurlijke vijanden en dat zijn met name de leeuwen. Dus die twee mogen elkaar niet erg graag. Maar die urbanisatie, dus het oprukken van de mens en het in bezit nemen van de natuur door de mens, dat is eigenlijk wel een van de grootste bedreigingen. Hij werd niet bejaagd door jagers? Nee, hij werd niet bejaagd, want jagers hadden daar niks mee. Ik bedoel, je kunt hem niet eten, volgens mij is dat vlees helemaal niet lekker. Je zou kunnen zeggen voor de vacht misschien, dat is in West-Afrika wel het geval geweest. Daar zijn ze bijna uitgestorven, maar in Cameroen en Senegal, daar werd de vacht nog wel eens verkocht. Maar geen gevaar voor geiten of zo, je kudde? Dat is dus een andere bedreiging. Dat de boeren bang zijn dat ze het vee doden. Maar over het algemeen is de painted wolf of de Afrikaanse wilde hond dus helemaal niet geïnteresseerd in vee. Hun voornaamste jachtobject is de impala. Dus dat zijn hertachtige, reeachtige gazelles. Daar zijn ze in geïnteresseerd. En het is ook bekend dat als je een groep vee hebt, een groep koeien ergens, en er komt zo'n groep wild dogs op af die achter een impala aan zitten, dan rennen ze dwars door die veestapel heen, alleen maar achter die impala aan, terwijl ze het kalfje zo kunnen pakken. Dat doen ze niet. Maar ja, dat is de algemene opinie geweest, dat het honden waren die vee doden en die moesten dus afgemaakt worden. Maar daar is momenteel wel een beetje een kentering in. Met name ook onder blanke boeren, die toch wel inzien dat die dieren nuttig zijn. En ook de toeristenindustrie vindt hem belangrijk. Die staat ook op plaats 6 momenteel van dieren in Afrika die ze het liefst zien, de toeristen. De leeuw staat bovenaan, dan komt de olifant en zo. Als ik hem op de zesde plaats staat, de wilde hond. Ja.
Dus ze zijn er een beetje zuinig op geworden. En we zien ook dat de laatste jaren de populaties wat ontgroeien zijn. Heeft de wild dog ook een bepaalde functie in de natuur? Ja, hij heeft een hele belangrijke functie. Hij zorgt dus voor de natuur in evenwicht is. Ze zorgen dat zieke dieren, et cetera, dat die opgegeten worden. In eerste instantie kunnen ze het makkelijk pakken natuurlijk. Dus ze zijn heel belangrijk voor het ecologisch evenwicht in Afrika. Een van de belangrijkste diersoorten. Veel belangrijker dan de leeuw. De leeuw is meestal aan een locatie gebonden. Die heeft een betrekkelijk klein territorium waar die zit. En daar komt hij niet zo gauw buiten. En de leeuwin die doet meestal het werk. En die leeuw die wacht totdat die prooi gevangen wordt. Maar de wild dogs die jagen met hele groepen tegelijk. En die struinen eigenlijk het hele gebied af. Waardoor ook de andere populaties, iedereen op drift is als het ware. Maar dat is heel goed voor de ecologie, voor de natuur daar te plaatsen. Dus ze zijn van groot belang. Maar in feite zijn alle dieren dat. Hè? Want als je uit dierengroepen, als je er één soort uithaalt, dan heb je kans dat andere soorten ook ten onder gaan. Want alle dieren, en daar horen wij als mensen ook bij, zijn gewoon afhankelijk van elkaar. Dus een belangrijke soort die je eruit haalt, dat heeft absoluut consequenties. Wat heeft u in die tijdens dat project kunnen bereiken? Nou, wat wij wilden eigenlijk was dat ze beter beschermd werden. Dat ze eigenlijk ook uit de internationale wereld beter beschermd werden. Als je dat wil doen, dan is daar een organisatie voor, die heet CITES. Dat is de conventie die de internationale handel in met uitsterven bedreigde diersoorten en plantensoorten reguleert. Dat is een VN-organisatie met een hoofdkantoor in Genève. En die hebben een vergadering elke 3 jaar, een conventie. Die is afgelopen september in Johannesburg geweest. En daar wordt besproken hoe bepaalde diersoorten beter beschermd kunnen worden. Vroeger was dat echt een natuurbeschermingsorganisatie toen die werd opgericht in de begin 70er jaren. En tegenwoordig is het eigenlijk een handelsconventie geworden, helaas. Waarin alleen afspraken gemaakt worden over hoeveel dolfijnen je nog mag afschieten. Hoeveel bultrug walvissen je nog mag afschieten. En zijn de grote partners op dat gebied de Chinezen, de Russen en dus de Japanners. En daar wordt enorm gelobbyd, dus dat is handjeklap. Van als jij dat dier wil beschermen, dan moeten wij deze kunnen bejagen. Dus dat is vaak een weinig verheffend gebeuren. Ik wilde het dier wel beter beschermd hebben. En ik had in die tijd hield ik overal lezingen over de wilde hond, probeerde geld in te zamelen. Had contacten met het Wereld Natuurfonds, sponsorde ook in Zambia een project van het Wereld Natuurfonds. En tijdens een van die lezingen, dat was hier in Zwolle op de Grote Sociëteit, kwam ik een journalist tegen. En dat bleek een environmental journalist te zijn. Dus een journalist die zich vooral bezighoudt met de natuur en met alles wat er fout gaat in de natuur enzovoort. Die voornamelijk undercover werkt, voor omroepen werkt, freelance is, maar niet altijd freelance. En die zei tegen mij van, misschien kunnen we aantonen dat er ook handel in is. Nooit is het iemand gelukt om deze wilde honden tam te krijgen. Deze unieke dieren slijten tegenwoordig door ruimtegebrek. Hun leven in hokken van dierentuinen en particulieren. Ze zijn tot koopwaar gedegradeerd. Deze dierenhandelaar verkoopt wilde honden over de hele wereld. So easy. If you want, I can take you to my friend who's got them. He's got 60 here. He's got them in cages. They breed like flies. They all rear their own babies. I've exported more than 200. I took to the Bronx Zoo last year in America. I took to Denver Zoo in the States. I took 4 animals, 2 males, 2 females. And I've had 23 babies in 2 years. Want alleen als je handel kunt aantonen in met uitsterven bedreigde diersoorten, kun je ze de extra bescherming via CITES krijgen. En dat is CITES Appendix 1, Appendix 2 of Appendix 3. Appendix 1 is de hoogste beschermingsgraad.
daar zit de olifant in, daar zit de leeuw in en daar zit de neushoorn in. Als je nou even goed nadenkt, dan zeg je, hoe kan dat dan dat al die dieren uitsterven en met uitsterven bedreigd worden? En dat komt omdat dit soort grote organisaties, VN-organisaties, heel slecht functioneren. CITES ook. Dus de vluchtelingenhulp, alles, de VN, de Veiligheidsraad, noem maar op. Iedereen is er ontevreden over en dat is terecht. Dat geldt ook voor CITES. Want ze zijn in feite machteloos. Ze zijn afhankelijk van de landen waar die dieren voorkomen en wat de overheid daar met die dieren wil. Als Zimbabwe bijvoorbeeld vindt dat hij zijn olifanten moet verkopen aan China, omdat ze daar dan weer valuta van krijgen, wat Mugabe op zijn buitenlandse bankrekening kan zetten, dan gebeurt dat dus en dan kan CITES er wel tegen opkomen, maar die hebben geen enkele macht in feite. En er zijn 169 landen bij die CITES-organisatie aangesloten. En die hebben ook allemaal hun lokale CITES-afdeling. Dat heeft Nederland ook, die zit in Den Haag. Maar als die landen op een gegeven ogenblik door een regering overruled worden, dan hebben die organisaties helemaal geen enkele macht. Dan staan ze alleen maar te huilen langs de kant. Daarbij zijn ze vaak corrupt. De CITES-organisatie in Congo, die wordt geleid door een minister in Congo, die voornamelijk handelt in met uitsterven bedreigde diersoorten zelf. En die is dan hoofd van die CITES-organisatie. Daar kun je nagaan dat er helemaal niks van terechtkomt. En dan worden de hele kratten met papegaaien worden vervoerd naar Zuid-Afrika. Dat zijn allemaal legaal te verkopen papegaaien, maar er zitten er enkele tussen die helemaal niet verhandeld mogen worden. Maar die douane kijkt erin en die ziet het verschil helemaal niet. Dus hup, daar gaat de hele zooi. Je hebt natuurlijk verschillende soorten onderzoeksjournalisten. Je hebt onderzoeksjournalisten die een onderzoek in het openbaar doen. En die komen vervolgens met een onderzoek naar buiten, via de krant of via de tv. Maar je hebt ook onderzoeksjournalisten die onderzoek doen naar illegale praktijken. Illegale handel in dieren of verkeerd vlees op de markt of het doodknuppelen van vossen in China voor bont en weet ik allemaal wat. Die mensen doen vrij gevaarlijk werk, want als die ontdekt worden, dan hebben ze grote kans dat ze in een cel belanden of wat dan ook. Dus dat zijn mensen die hun naam zelf niet aan een documentaire verbinden, maar de documentaire laten uitgeven door een andere journalist, of door een omroep als de VARA, als Zembla bijvoorbeeld, maar die hun eigen naam daar niet onder zetten, want dan kunnen ze hun werk nooit meer doen, want dan weten ze direct van, oh, dat is hij, en dan pakken ze je op. En met die laatste categorie gaat u contact mee? Ja, met beide wel, met beide. Maar kijk, als zo iemand een onderzoek doet in bijvoorbeeld China, en ze zouden weten wie die is, dan kan hij zijn onderzoek niet meer doen. Dan wordt hij continu in de gaten gehouden en is hij niet in staat om behoorlijk research te doen. Hij krijgt ook geen visum. Dus. Nee, dus die proberen op allerlei andere manieren een land in te komen. En legaal of illegaal of wat dan ook. En die doen goed werk. Maar wel over het algemeen met hoor en wederhoor. Want anders heb je daarna weer problemen dat de tegenpartij zegt, ik ben niet gehoord. Dus dat proberen ze altijd wel in te bouwen. Maar ze zorgen er wel voor dat ze niet te ver in de publicatie komen. Want anders kunnen ze binnen een paar jaar stoppen met hun werk. En met dat soort mensen heb ik het geluk gehad om te kunnen samenwerken. En toen wij op een gegeven ogenblik dus ook besloten hadden dat we in Afrika wilden kijken of er misschien internationale handel in de Afrikaanse wilde hond zou zijn, om ze daardoor op die extra beschermde CITES-lijst te krijgen. Ja, toen ging dat allemaal vrij snel. Toen zijn we ook samen naar Afrika geweest. We hebben ook met andere journalisten die voor de Nederlandse omroep werken naar Zimbabwe geweest, naar Zuid-Afrika geweest. En daar hebben we onderzoek gedaan. En dat was was voor mij overweldigend, want dat, ik had nooit verwacht dat er zo met dieren gesold werd, vooral in Zuid-Afrika. Dat is echt vreselijk. Hè? De dierenhandel in Zuid-Afrika, de cant hunting industrie, waarbij dus leeuwen in gevangenschap worden opgegroeid,
dat ze ook met mensen bekend zijn. Dat ze denken, hey, die ken ik, want daar heb ik mee aan de bar gezeten bij die of die dierenhandelaar. Vervolgens worden die volwassen dieren in een gebied losgelaten, om Heinz gebied. En dan kun jij, als je wilt, kun je hem schieten. Dat noemen ze dan de cant hunting industrie. Dat is een ontzettende unfaire methode om dieren te schieten. Alleen om geld mee te verdienen. Want vergis je niet, als je in Zuid-Afrika in een nationaal park, notabene een nationaal park, als je daar aangeeft dat je een zwarte neushoorn wil doden, want dat je die thuis nog niet aan je muur hebt hangen, en je betaalt de dat zijn de prijs, $175,000 voor, dan kun je na 14 dagen terugkomen en dan hebben ze op de veemarkt, zoals het ware, op de game auction, hebben ze zo'n dier voor je te pakken gekregen. En die wordt dan losgelaten en die kun je doodschieten. En voor een leeuw betaalde je een aantal jaren geleden nog zoiets van $50,000. Dus dat zijn aanzienlijke bedragen. En dat is ook een van de grootste economieën van Zuid-Afrika. En daardoor is het ook zo moeilijk uit te roeien. Want het brengt ontzettend veel geld. Er wordt wel gezegd dat dit voor natuurbehoud is. Dat geld wat binnengebracht wordt, het wordt weer aangewend voor natuurbehoud in Zuid-Afrika. Ja, dat maken ze hier wijs. Maar dat geld, dat gaat voornamelijk naar de beheerders van die gameparks, als het ware. En dat zijn over het algemeen niet de meest vriendelijke en aardige mensen. Die mensen die zijn puur ervoor voor het verdienen. En de dieren kan het ze helemaal niet schelen. Het is een industrie geworden in Afrika. Er bestaat in Zuid-Afrika bedoel ik. Er bestaat in Zuid-Afrika eigenlijk geen open natuur meer. Alles is een beetje omheind. Ook het Krugerpark, dat is eigenlijk één grote dierentuin, waar je massaal achter elkaar over de wegen rijdt. En als er één leeuw gezien wordt, dan staan er 40 auto's omheen. Dat is... In die onderzoek wat u samen met die journalist hebt gedaan, hebt u nog hachelijke momenten meegemaakt? Levensgevaarlijk. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, daar stikt het van de dierenhandelaren. En dat zijn ook heel veel loesje mensen tussen. En die hebben, zoals in Rustenburg kwamen bij zo iemand. En daar moesten we een hek door. Dat was een enorm hoog stalen hek wat dan open ging. En dan kwam je naar binnen en er waren er allemaal hokken en kooien. En dan kon je als het ware via een gangpad overheen lopen. En dan kon je zeggen, die wil ik hebben, die wil ik hebben. En daar kwamen we dan en die journalist had zich voorgedaan voor een dierenhandelaar, voor iemand, een directeur van een dierentuin ergens in België of weet ik wat. Die dieren wilde kopen en ik was gewoon zijn vriend die uit interesse mee was. En dat werd ook opgenomen. Dat soort dingen worden ook opgenomen met een verborgen camera. En dat is dus ook waardoor je dus ook niet kunt zeggen ik ben die of ik ben die. En dan krijg je geen informatie binnen. Nou, en we lopen daar zo rond en er was een of ander jong zebraatje, die had een kleine wond op zijn kop. En toen zei hij, ja, die kan ik niet verkopen, zet hij tegen zo'n Afrikaan achter hem, schiet hem maar af, want daar heb ik niks meer aan. Dan werd het dier gewoon afgeschoten, vanwege een kleine wond op zijn kop. En toen we daar waren, toen zei ik tegen de journalist, ik zeg, wat gebeurt er nou als ze erachter komen wie we werkelijk zijn en waarvoor we hier eigenlijk zijn? En toen zei hij, dan mag je blij zijn als je wakker wordt in een ziekenhuis. Dus dat heb ik thuis niet durven vertellen hoor. Maar zo waren er veel meer van deze incidenten. We waren in een dépendance van een handelaar. Pieter Marienburg, dat geloof ik. En daar deed zo'n journalist zich voor als een Belgische dierentuineigenaar. En toen zei die handelaar, die zegt, oh, dat komt goed uit, want ik heb een Belgische stagiaire, kunnen jullie mooi even met elkaar praten? Dus ik werd als een gek weggestuurd, ga jij maar even weg. Maar in zo'n situatie moet je dan geen visitekaartje achterlaten dan? Jawel, maar daar wordt ook voor gezorgd, maar dat zijn niet de visitekaartjes van hemzelf natuurlijk. Nee, dat wordt allemaal voor gezorgd. Kijk, als dit soort mensen, er zijn er maar een paar op de wereld, hè. Maar die het goed kunnen. Maar dit soort mensen, die hebben zoveel contacten over de wereld,
dat waar ze ook zijn, hebben ze allemaal contacten, of het nou bij ambassades is of bij weet ik allemaal wat. Dus als die een bepaald paspoort nodig hebben, dan krijgen ze dat echt wel op de een of andere manier. Hè? Maar dit soort mensen worden helaas steeds schaarser. Omdat de meeste journalisten willen om 6 uur bij moeder aan tafel zitten, want dan staat de pot op tafel. En die hebben helemaal geen zin meer in dat soort dingen. En ik heb dan ook de grootste bewondering voor die oorlogsverslaggevers. Die daar hun leven, als het ware, in de waagschaal stellen. En die zijn eigenlijk vergelijkbaar met dit soort mensen. Want dit soort mensen waar ik mee heb gewerkt, hebben ook op andere gebieden journalistiek bedreven. Die zijn ook in de oorlog in Joegoslavië geweest. Die hebben daar ook gezien dat maatjes van hen werden doodgeschoten door een martier. Die hebben in Rusland gezeten. Nou, dus die mensen zijn volkomen allround. Maar dat legt zo'n zware druk op je privéleven. Dat veel van die privélevens die stranden. Die vrouwen kunnen dat natuurlijk helemaal niet trekken. Dus helaas sterft het uit. Daarbij wordt er ook tegenwoordig veel te weinig geld uitgetrokken voor echte onderzoeken die journalisten zelf kunnen doen. Hè. Er is ook bij de omroepen is steeds minder geld beschikbaar. U bent altijd ongeschonden uit de strijd gekomen? Nou ja, ik ben een randfiguur geweest. Ik bedoel, ik heb het onderzoek zelf niet gedaan. Ik ben er niet voor in China geweest. Maar u was er vaak wel bij. Huh? U was er wel vaak bij. Nou, wij waren vanuit huis. Ja, ik ben wel in Afrika erbij, in Zuid-Afrika erbij geweest. Maar niet als er onderzoek gedaan moest worden verder weg. En met name in China zijn ze een paar keer geweest. Nou, als je daar gesnapt wordt, dan zie je moeders voorlopig niet meer thuis, hoor. Dus dus dat soort werk heb ik nooit gedaan. Dat mocht ik ook verder niet. Ik heb wel in Afrika dagenlang gezeten dat we alleen maar 's nachts aan het rijden waren. En mijn vrouw had me gewaarschuwd. Die zei, denk eraan, je rijdt in Afrika niet 's nachts. Nou, van 9 van de 10 dagen hebben we 's nachts gereden. En dan stonden we aan de grens bij Zimbabwe. En dan moesten we nog even terug naar Johannesburg, 500 kilometer. En dat moest dan 's nachts gebeuren. Dus dat gaf onderling ook nog wel wat conflict, wat wrijving. Waardoor er dan ook zelfs 's avonds laat nog door zo'n journalist naar mijn vrouw werd gebeld. Zo van, we hebben een beetje ruzie, hoe lossen we dat op? Nou, een wijntje aan de bar en daar was het meeste voor over. Als u nou terugkijkt, kunt u nou ook zeggen dat het onderzoeksjournalistiek wat het persoonlijk wel opgeleverd heeft? We hebben dus uitgebreid aangetoond dat er handel is. Dat is het frustrerende ervan. Als de CITES-organisatie zegt, ze zijn met uitsterven bedreigd, want dat zegt de World Conservation Union, ze staan op de rode lijst bij de World Conservation Union. En jij hebt aankunnen, dan moeten wij aantonen dat die dieren verhandeld worden. Dan zeg ik van, doe dat zelf man. Laat die landen dat zelf doen, maar die doen het niet. Dus je hebt dan aangetoond dat er in gehandeld wordt. Dan denk je, nu komen ze op de CITES-lijst. Dan gaat het 10 tot 15 jaar duren en dan heb je misschien nog geen kans dat ze erop gekomen zijn. Dat gaat zo traag, er is zoveel politieke onwil over het algemeen. Zuid-Afrika wil het niet. En we hebben dit jaar het voorzitterschap gehad van CITES. Dan doet Zimbabwe ook niet mee, want die zijn afhankelijk van Zuid-Afrika. Van China en Zuid-Afrika. Dus ze hebben gewoon te luisteren. En Zuid-Afrika is het gasland, dus die wilden ze ook niet voor de voeten lopen. Dus dan gebeurt er helemaal niks. Dat zien we ook met de olifanten nu. We dachten dat het beter beschermd zou worden. Dat de neushoorns beter beschermd zouden worden. Er is op de laatste CITES-conferentie is het alleen maar slechter gegaan. Er is alleen maar minder afgesproken. Gaat alleen maar de verkeerde kant op. U bent gestopt met dit project? Nou, we zijn gestopt omdat we het hele onderzoek hadden afgerond. En de onderzoeksresultaten naar de diverse officiële instanties hebben opgestuurd. En die moeten er wat mee doen. Dus wij kunnen er niks mee. We kunnen hooguit lobbyen. De IUCN kan er niks mee. Landen waar die dieren voorkomen, zoals Kenia, Tanzania, Botswana, Zuid-Afrika. Die landen moeten een verzoek indienen bij CITES om ze extra beschermd te krijgen. En dan gebeurt het ook. Die landen doen het niet. Dus we hebben nu weer contacten met een hoge Keniaan.
Dus die contacten lopen nog wel. Dat is een zeer belangrijke man in de natuurbescherming in heel Afrika. Dat is een Afrikaan. En dat is dus heel prettig aan de ene kant dat het geen blanken is. Maar die zeggen altijd, ja, die blanken die willen dat die dieren beschermd worden. Maar die Afrikanen die zeggen, ja, wat hebben wij eraan aan die dieren? Die olifanten lopen alleen onze plantages maar plat. Dus dat een belangrijke Keniaan het voortouw dan neemt, dat is een pluspunt. En dat gebeurt op dit moment wel. En voor de rest is het voor ons gewoon afwachten. Ik heb natuurlijk heel veel artikelen geschreven en ik ben in verschillende documentaires geweest. En dit zijn dan allemaal van die rapporten die over die handel geschreven worden. Dus dat is allemaal in het Engels. En dat ligt bij de autoriteiten van Kenia, dat ligt bij CITES, dat ligt bij de Born Free Foundation in Engeland. Dat is een veel grotere natuurbeschermingsorganisatie dan het Wereld Natuurfonds. Het Wereld Natuurfonds is maar een heel kleine speler op de hele wereld dan. Komt voornamelijk in Zwitserland, Nederland, Engeland voor en de Verenigde Staten. Maar dan houdt het een beetje op. Krijgt u nou in Nederland ook erkenning voor het werk wat u gedaan heeft? Nou, ik heb het idee van wel. Kijk, we hebben in ieder geval is het een eye-opener geweest. Die documentaires van ons, is een Engelse documentaire geweest. Er zijn twee Nederlandse documentaires geweest. Er is een Zuid-Afrikaanse documentaire geweest. En we zien dus dat er veel meer aandacht aan de wilde hond besteed wordt. Sinds want ik ben begonnen eigenlijk goed in 2004. En sinds die periode hebben we wel gezien dat er steeds meer documentaires op de televisie zijn. Want dan loop ik ergens en dan zegt iemand tegen me van, ik heb gisteravond weer wilde honden op de televisie gezien. En dat neemt toe. Dus ik denk dat de belangstelling wel toeneemt. En het is ook heel belangrijk dat het bij het toerisme toeneemt. En dat heb ik in Nederland ook wel gezien. Dat ook bij dierentuinen. Er zijn een paar dierentuinen in Nederland die wilde honden hebben. Dat is Gaia in Kerkrade zitten die, geloof ik. Dat is de Beekse Bergen bij Tilburg. Die eigenlijk. Ik geloof dat Artis ze niet meer heeft. Dat waren de enige drie. Nou, ik hoop dat uw werk nog eens een keer vruchten mag afwerpen en dat het dier echt beschermd gaat worden. Ja, maar dat duurt lang, daar gaan vele jaren overheen. We hebben ook, in 2010 was dat, een hele internationale petitie gehouden. Er staan allemaal beroemde namen in, zelfs van Jane Goodall heeft dit meegetekend. Dat is die mevrouw van die chimpansees. Dus die hebben allemaal ze dit getekend, dat ze... De journalisten zeiden tegen me, je mag blij zijn als je 250 handtekeningen kreeg. Nou, we hebben er 3 maanden uitgezet. En in die 3 maanden hebben we 2425 handtekeningen gekregen. Dat wilden ze eerst helemaal niet geloven. Ik zeg, nou, kijk maar, hier, alles. Nou, dat wordt dan ook opgestuurd, hè? Ook naar officiële instanties, naar CITES in Genève. Ze zeggen allemaal mooi bedankt en verder hoor je er niks meer van. Ja, en dat geldt dus... Voor al die grote organisaties. Het is werk om te huilen. Ja, ik lach er nu bij, maar dat meen ik niet zo. Ik hoop dat we een keer terug mogen komen dat u heel goed nieuws heeft. Ja, dat hoop ik ook.